Een aantal partijen in Tiel die niet meedoen aan de coalitieonderhandelingen vinden dat de formatie in Tiel niet snel genoeg gaat en dat de beloofde openheid ver te zoeken is. Ik vind het jammer. Het is een gemiste kans, ook voor de naam zegt het al, Partij voor de Burgers. En ik had het toch graag samen met de burgers kunnen doen. Ik mis dus erg veel openheid op dit moment, want we weten eigenlijk niks met elkaar. Ook het CDA heeft laten weten dat het proces niet echt openlijk en vlot verloopt. Het blijft niet stil liggen. Als we te lang wachten, dan lopen we achter. En dat heeft consequenties. Er zijn een aantal lange, lastige, zware dossiers die liggen te wachten. Ik denk aan het zwembad, Lingencollege, het kindcentrum in Passewaaij. De PVDB, bij monden van Carla Kreuken, is een heel andere mening toegedaan. Dat wij de onderhandelingen niet in het openbaar doen, wil niet zeggen dat je niet open en transparant bent. Wij rapporteren iedere keer terug waar we het over hebben gehad en hoe het gaat. En dus op zo'n manier geef je ook openheid. Er zijn belangrijke keuzes te maken voor de komende 4 jaar. De financiële ruimte is beperkt. En dat betekent dat je misschien wat langer moet kijken naar wat je wil voor de stad en voor de inwoners van Tiel. Dan dat het misschien normaal gesproken zou duren. We streven ernaar om deze maand af te gaan ronden. Dus ze moeten nog heel eventjes wachten.